Denkt u eraan om uw woning te isoleren, dan zal ik altijd beginnen met indien mogelijk stap 1, spouwmuurisolatie. Waarom? Naast het feit dat het een lage energierekening oplevert, voornamelijk een hoog comfort en een relatief lage investering. Bodemisolatie wordt ingeblazen in de kruipruimte en zorgt ervoor dat het vocht geen toegang meer krijgt tot de woning. Vloerisolatie daarentegen wordt aangebracht tegen de onderkant van de vloer en zorgt voor meer wooncomfort. Een goed geïsoleerde woning die niet wordt geventileerd, wordt vochtig, muf en ongezond. En dat wilt u natuurlijk niet. Vochtige lucht kost juist meer energie om te verwarmen. Eén isolatiemaatregel biedt zeker voordelen. Kijk echter ook naar de gehele schil van de woning, bijvoorbeeld vloer- of dakisolatie. Het zorgt er namelijk voor dat je de warmte in de woning langer vasthoudt. En daarbij komt uw woning ook in aanmerking voor een hoger energielabel. Waarom nu isoleren? Naast het feit dat u er dit najaar warmjes bij zit en het een lage energierekening oplevert, komt u ook nog in aanmerking voor de landelijke subsidie.